Yo, kijkers, broers, Minecraft, welkom terug bij een nieuwe episode van Empires in Lantrana bij de Creative Build serie. We zitten in een nieuwe location, want het dorpje is af. Ik zie dat ik hier nog een paar bomen op moet ruimen. Maar dat komt waarschijnlijk, weet ik wel zeker, vanzelf wel goed. Nou ja, dat komt zo wel. Ik heb een... met commands heb ik een stukje uitgegraven hier. En met TNT heb ik de rotswand dan een beetje bewerkt. Het is op zich vrij goed gelukt, vind ik. Like that. Alleen dit hier... Zo, een beetje. Dit moet nog afgewerkt worden. Maar dit, die kant en dit is wel goed afgewerkt. En, mocht je dit in survival willen spelen, spoiler alert. Hier zit emeralds. Er zit hier trouwens ook diamonds. Dus, als je goed zoekt. Ah, daar zie ik er al eentje. Diamond, right here. Hier zijn de coördinaten. deze locatie ga ik ook... op het kaartje proberen aan te geven, net als vorige keren. En wat we hier gaan doen, is een kasteel bouwen. In ieder geval een kasteel. Waarschijnlijk komt er nog wel wat bij. Iets van een stadje. Maar laten we beginnen met nog een klein beetje terraforming. Zorgen dat die berg er wat beter uitziet. En dan gaan we proberen een layout te maken. Ik heb nog niet vaak een kasteel gebouwd. Omdat ik niet echt vaak iets in creative bouw. Vaak doe ik alleen survival. Dus ja, daar bouw ik ook niet echt kastelen in. Dus dat wordt nog even een uitdaging. Maar ik zie je wel weer terug als ik klaar ben met terraformen. Oké, we hebben een layout. En ik heb het gevoel dat ik hier veel te veel tijd aan besteed heb. Even gauw uitleggen. Dit is echt iets voor de verdediging. Dit moet nog een beetje aangepast worden. Ik denk dat ik hier het gras wat omlaag haal. En dan heb je het helemaal tot hier. Dit zijn vrij hoge muren. En een relatief lage toren. Daarnaast hebben we hier één. De hoogste. Ja, qua eigen hoogte. Die twee torens daar achterin zijn hoger. Maar die staan ook hoger. Dit is dus de grootste toren, ook de grootste diameter. Misschien is het een beetje te groot en moet hij hoger. Maar hoewel, nee, ik denk dat het wel kan werken. Misschien moet ik hem inderdaad iets hoger maken nog. En dan hebben we hier de muur. Lagere muurtje. Zomaar heel laag. En een poort. Hier gaat de muur iets omhoog. Nog een toren. Vrij grote diameter, niet al te hoog. Vrij hoge muur hier zo. Net zo hoog als aan die kant. En hier zo. En daar, van voren. En dan hebben we hier een stukje dat omhoog gaat. Met nog twee vierkante muren. Kleine diameter. En deze boom moet eigenlijk weg. Dus ik pak eventjes mijn... grashaar erbij. Zo, gras pakken, muur. Nu. En. Nou ja, die boom, die moet je maar even wegdenken. Verder nog iets. Ja, die grote toren, dat wordt. Heb ik net bedacht, de woontoren. En hier is het binnenhof. En dan ga ik hier ook nog de berg in, hier zo. En dan maak ik ook nog allemaal dingen. En ja, nu is het eigenlijk gewoon een kwestie van alles invullen met steen. En hout. En dat wordt nog een flink karwei. Daar ga ik nog wel even mee bezig zijn. Dus ja, dan zie ik hier zo wel weer terug voor een... progress report. En we're back. Aan het invullen van deze layout heb ik nog niks gedaan.
Maar ik heb wel layout gemaakt voor, een pad hier zo. Naar het kasteel toe en naar de overkant van de rivier. Want er moet natuurlijk ook een dorpje bij. Het is een kasteel, geen eenzaam fort. Dus er moet een dorpje bij. Een stad. Op zijn minst een dorpje. Ik heb dus nog wat bomen opgeblazen en afgebrand. daar komt ook nog een farm. Dat stuk lag er al. Even er naartoe. Zo. Dit stuk lag er al. Met een random granite pilaar in het midden. Die halen we even weg. Zo. De rest moet ik nog omploegen. En hier nog een stuk dat ik vrijgemaakt heb van gras. Dus dat wordt een flinke farm. En dat is ook de bedoeling. Want het wordt ook een flinke stad. Ik denk dat uiteindelijk deze bomen hier zo ook nog weggaan. Maar dat is voor later. Wij gaan nu een kade bouwen. Zodat ze een beetje zo ver mogelijk tegen de rand van de rivier kunnen bouwen. De inwoners. Dus we gaan eens even wat proberen. We beginnen. Waar beginnen we? Hier zo. Hier, ja. Prima. Ik wilde hout en stone gebruiken, maar ik weet niet zeker. Zullen we stone bricks gebruiken of cobblestone? Nou, laat ik een stukje met stone bricks doen. Zoiets. Dit. Vergeet ook niet dit. Zo. Misschien. Ja, dat kan. En dan proberen we hier een stukje cobblestone. Zo. En dan dit mag. Misschien eentje hoger, dat weet ik niet. Ik weet niet precies hoe ik het wil. Dat is een beetje jammer. Doe ik goed nadenken. Wat vinden jullie? Cobblestone of stone bricks? Ik weet het niet. Ik denk cobblestone. Cobblestone is denk ik wel het beste. Dus we gaan dit even allemaal aanpassen. Zo. Dat het ook hier allemaal ligt. Dat die paal er één blokje boven de kade uitsteekt. Of we dat gaan houden, dat weet ik niet. Misschien is het ook leuk. Nee. Dat gaan we. Ik dacht, misschien is het een goed idee om die houten palen één blokje naar buiten te doen. Maar dan krijg je misschien een beetje een smalle rivier door. En dat willen we ook niet. Nou, hij is toch niet ontworpen voor boten om er doorheen te kunnen. Maar goed, waar zitten we nu eigenlijk? Dat weet ik niet meer. Volgens mij is die kant. Volgens mij is die richting op is het dorpje wat we de vorige keer gebouwd hadden. Maar dat maakt nu even niet uit. Ik wil eigenlijk weten waar de schepen vandaan zouden moeten komen. En die komen niet uit het binnenland. Dus dat betekent dat ze vanaf dat donkere eiland komen. Dat vlakbij het dorpje ligt. En ik denk dat dat die kant op is. Maar dat weet ik niet meer zeker. Dat zoek ik dan nog wel een keer uit als ik mijn map weer gevonden heb. Waar ben ik gebleven? Hier zo, oké. Ik heb net iets. Eigenlijk, terwijl ik aan het recorden ben, heb ik eigenlijk net iets te weinig frames om fatsoenlijk te kunnen bouwen. Dat is een beetje jammer. Gaan we allemaal hier naartoe brengen. Dit voor een houten paal. Een houten paal. Zeker.
something like this. Al het zand vervangen door cobblestone. Doe hier ook nog. En dit ziet er natuurlijk nog heel kaal uit, maar de details komen nog. Dat komt zeker nog. Ja. Ik ga zo wel even door. Ik bouw die kade af. Maak hem ook wat groter. Dat hij wat verder hier zo op het land ligt. En wat details toevoegen. Dat doen we misschien samen even zo. Dus ik zie zo wel terug. Alrighty. De kade is groter geworden. Hij is ook helemaal af. Vanuit de lucht ziet het er best wel cool uit. En ik ben begonnen alvast met een bruggetje hier naar de overkant. Momenteel heb ik het gevoel dat hij te hoog is. En ik ben er gewoon niet blij mee op het moment. Dus dit gaat allemaal even weg. Dan gaan we het zo proberen. Zo naar de overkant. Hup, 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 hup. Oh, ik heb een heel goed idee ineens. Zo'n bruggen van puur steen heb ik al te vaak gemaakt. Dus we gaan wat anders doen. We maken wel support van steen, zo. En hier ook, denk ik, of niet? Ja, daar ook. Hoe breed is die nu? Ja, nog eentje. Maar waar? Hier zo. Aan deze kant. Zo. Even denken hoor. Oeh, brain power. Ook goed. We gaan voor een houten brug. Eerst wil ik twee bogen hebben die naar de overkant gaan van steen. Dus een beetje like this. Ja, zoiets. Nou, nog eentje verder, eentje verder. Dan gaan we zo. Zo. Ja, nee. Hier zo. Zo. Zoiets. Of niet. Kijk recht tegen de zon in. Even hier. Niet. Nee, hè. Ja, ja, wel. Zo. Hoger ga ik hem niet doen, want het is toch maar een loopbrug. En dan moet ik aan de andere kant precies hetzelfde zien te doen. Dus dat wordt beginnen met dit. Of nou ja, gaat eentje naar buiten. Dus beginnen met dit. Zo. Oh, maar hier is hij natuurlijk veel dieper. Maar dan kan hij ook wel naar buiten. Dus pap, 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 pap. In de video pap, pap. En zo. Hier is ook nog eentje, even eentje vanaf. En dan. Ik denk dat het een goed idee is als we toch gewoon zo hop, hop, hop. Hop, 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 hop doen. Dit haal ik nog even weg. En dan gewoon zo. Zo. Eerst even dit spiegelen. Dus hebben we dit, dit, dit. En hier. En hier en hier. En dan wat ster. Zo. En hier zo. Oké. Okay. Dan kan ik voor geen mogelijkheid hier zo precies kopiëren. Dus ik moet even met passen en meten doen. Ziet dit er een beetje uit? Ik denk het wel.
Ja, ik denk dat het wel wat wordt. Even kijken, even meten. Als boven deze nog 1. En dan. Dus boven deze 1. En dan deze. Zo. En dan deze. Volgens mij ben ik het vrij nauwkeurig aan het kopiëren. Klopt dit? Ja, dit klopt. Over this way. En hier zo. Oké, dat is mooi. En dan. Het hout. Tot. Yeah, zeg. Hier ongeveer. Ja, stop met die blokjes. En dan gaan we naar boven hier. Dan kan dit dicht. En dat gaat aan deze kant ook zo zijn. Oké. Zo. En dan moet het hout misschien nog eentje achteruit. Zodat het er precies gespiegeld uitziet. Zo ongeveer like this. Juist. En dan. Zo. Straks ook eens even aan de onderkant kijken hoe het eruit ziet. Daar kijken wel minder mensen, maar toch. Hè? Moet er allemaal goed uitzien. En zo. I'd say. Ik denk dat dit wat wordt. Maar snallen. Toppetje vanaf boven. Misschien zo. Zo'n randje, ja. Dat is niet slecht. Dat is helemaal niet slecht. Misschien nog één verder even kijken. Wat ziet er beter uit? Dit? Of dit? Ik denk dit. Het ziet er toch net een tikje eenvoudiger uit. Wat ook leuker is in dit geval. En dan, hoe ga ik hier duidelijk maken dat er een weg is? Ik denk niet. Over de kade kun je gewoon lopen waar je wil. Dus dit is allemaal obsolet. Zo. Ja, dan kan ik dit net zo goed ook weghalen. Dat je hier gewoon de stad in kan lopen. En dan moet er hier nog zo'n brug komen. Die kunnen we dan wel off-camera even kopiëren. Laten we nu een beetje met decorations bezighouden. Torches en fences. Dit gaat allemaal even weg. Dit bewaar ik allemaal nog even. Hier komt een fenceman torch erop. Aan de overkant. En door het lijk heb ik per ongeluk een fence te veel neergezet. Staan die niet te dicht bij elkaar, vraag me af. Even kijken hoe het er in het donker uitziet. Dat was 18.000 als ik me niet vergis. Oh ja, goed genoeg. Nou. Misschien als ik ze hier zet. Wat gebeurde er? Ik heb iets gesloopt. Dus hier. Nee, niet die. Hier. Zo. Ik denk dat dat er beter uitziet. Dat doen we. We gaan de fences met de torches even plaatsen. Naar hier. Oké. Dat is ook weer geregeld. Time set. Wat had vorige. Een random getal. 5400. Perfect. Zonder recht vanaf boven. Je kijkt er dus eigenlijk nauwelijks tegen in. De volgende brug. Ik heb net al mijn blokjes weggegooid, maar boeie. Dat komt nog wel een keer. Die andere brug die komt dus nog wel een keer. Ik heb hem hier toch aangegeven.
We moeten nu de kade even decoreren. Maar hoe gaan we dat dus doen? Ik weet in ieder geval al iets voor een decoration. Oh. Ik zit er trouwens aan te denken. Moet ik de andere kant van de rivier ook niet zo'n kade bouwen? Ik denk dat dat wel een goed idee is. Dus dan gaan we zo. Bam, bam, bam. Bam, bam. Bam. Ja, verdien me. Zet ik het allemaal weer verkeerd neer? Nee. Nou. Grrr. Nou, die kan wel, deze mag wel blijven hier zo. Die staat er op zich niet slecht. Hier komt een paal. Jij staat er. Wat? Oh. Ik zie mijn crosshair ook heel slecht hoor. Dus als ik af en toe echt gewoon heel scheef klik, dan komt het soms door een beetje door de lage FPS. Maar vaak ook echt wel door dat ik mijn crosshair heel slecht zie. En dat is gewoon een resource pack. Kan ik niks doen. Maakt me ook niet zoveel uit. Ik heb er ook niet zoveel last van. Het is toch creative. Kijk, als ik nou in survival met obsidian aan het werken was, dan zou ik wel mijn shaders even uitzetten. Om te voorkomen dat ik van die rare plaatsfouten maak. Zo. Deze gaat weg. Nou ja, hier komt een paal. En ongeveer hier zo gaat de kade. Ik denk steeds dat ik muur moet zeggen. Omdat het in het Engels zoiets heet een quay wall. En wall is een muur, dus ja. Ik moet af en toe heel erg hard nadenken dat ik kade zeg in plaats van muur. Want volgens mij heb ik nu al 3 of 4 keer geprobeerd muur te zeggen. Terwijl ik kade heb en moest zeggen. Heb gezegd en dat ik ook moest zeggen. Oké, dan. Jij gaat weg. Jij wordt de coalstone. Hoe ver moeten we door? Ik stel voor dat we deze tot hier tot aan het bochtje doortrekken. Ik ga nu gauw even gewoon die muur leggen. Nou zei ik echt muur. Die kade ga ik neerleggen. Want ik wil met decorations gaan beginnen. En ik heb een heel goed idee. Als decoration om in de rivier te zetten. Dus daarom wil ik dit gauw even klaar hebben. Voordat de time voor vandaag op is. Ik vind het mooi zo. Wat ik wilde doen is, stel, dit is een rivier, hè? Een echte rivier. Rivieren stromen. Laat het nou eens toevallig een snelstromende rivier zijn, right? Dat gaat niet. Dat mag niet. Dus daarom moeten er stromingsbrekers in de rivier gezet worden. En dan doen we like this. Zo. Gewoon houten paaltjes die net boven het water uitsteken, zodat het water daar tegenaan botst. En ook daardoor. Opnieuw. En daardoor de snelheid omlaag gaat. In een bocht, als het daar stroomt, dan stroomt het het snelst aan de buitenkant. Dus daarom zetten we hier de palen meer hier zo. Deze moet een beetje meer naar binnen. Een beetje zo. Net als deze. Die moet hier zo. Ja. Oké. En deze bocht ongeveer hetzelfde. Zo.
En dan ziet het er gelijk al een stuk cooler uit, of niet? Even kijken hoor. Is het een leuk idee om van de houtblokjes onder water om daar spruceloks van te maken? Misschien. Van een afstandje zie je eigenlijk geen verschil. En van dichtbij ziet het er een beetje gek uit. Dus dat ga ik niet doen. Nee, dat idee schrappen we weer. Ik krijg nu ineens heel erg de neiging om dit weg te gaan halen. Dit mini platformpje. Want het ziet er niet uit. En ik kan slecht tegen zulke soort vormpjes. So bear with me. Het is al weg. Ik ga hier nog zo'n paal neerzetten. Gewoon een beetje random palen neerzetten. Misschien hier nog eentje om de stroming in de binnen. Het beetje stroming in de binnenbocht ook nog af te breken. Hier zo een. En natuurlijk vlak voor de brug, want anders beschadigt de brug alleen maar. Zo. Zo. En zo. En nu weet ik eigenlijk trouwens nog steeds niet van welke kant de rivier komt. Dus gewoon aan deze kant ook nog maar. Hier zitten we ook wel met die buitenbocht. Dus gaan we tegelijkertijd ook hier palen zetten. Alleen dan hier zo wil ik geen kade meer. Dus aan deze kant gaat hij tot hier ongeveer. Trekken we hem tot daardoor, want hier wil ik namelijk een stukje natuur houden. Er komt daar een van de houtakkerskamp. Dan moet ik hem alleen nog tussen de bomen zien te squeezen. Maar dat moet wel lukken. Dus even deze afmaken. Oké. Okay. En hier nog een paal, gewoon omdat het kan. Hier stroomt het toevallig net even snel. Oké, dat was het wel zo'n beetje. Misschien hier nog een, zo. Om de stroming toch net een beetje af te breken. Ik vind het cool. Ik vind het een verbetering. Ja, wat ik ga doen. Ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe ver deze episode nu is. Maar ik denk dat het bijna tijd, of dat het tijd is om af te sluiten. Dat ga ik in ieder geval doen, want ik heb toch even geen inspiratie meer, behalve dat invullen en die kade afmaken. En die brug kopiëren naar daar. Dus dan zie ik je wel terug in de volgende episode. Ik heb een goed idee. Ik besef me ineens dat hier een brug komt, dus dat dit stukje op moet schuiven. Maar ik heb een goed idee. Ik ga elke episode, dus tussen elke episode in, ga ik een klein stukje van dat kasteel invullen. Zolang we hier dus eromheen aan het werk zijn, zal dit dus ingevuld worden. En om een duur is dat ook af. Totdat hier alles af is misschien en dit niet. Maar dan gaan we gewoon hier aan verder. Alleen dat invullen is gewoon niet leuk om on camera te doen. Wat ik net gedaan heb is wel leuk. Maar dus ik ga het hierbij laten. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie je graag terug in de volgende video. Later.